Hallo kijkers van de Rems 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we weer verder met de hoofdmissies. So, let's do this. En waar we vandaag allereerst mee gaan beginnen is natuurlijk de gozer die hier staat. Want die staat hier al een aantal dagen. Maar nu gaan we hem eindelijk spreken. Gozer, wat heb je te zeggen? Did you liberate your money from our friend? I did. A small victory. They are up, and in time with work, we'll have a few dozen more. And in time, Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Follow me. Oh nee, dan gaan we weer een paar dagen volgen doen. Post, ga naar Machiavelli's contactpersoon en verkrijg de brief die hij bij zich draagt. Grijp de Borgia-courier in minder dan 1 minuut. Oké, dan moeten we wel een stuk sneller rijden. Anders lukt het niet in 1 minuut. Maar als we snel rijden, dan lukt het zeker in 1 minuut. Oké, ik volg je Machiavelli naar het Colosseum. Oké, van mij mag je zelfs naar Japan toe rijden. Als je mij ergens naartoe gaat. Dat komt allemaal wel goed. Maar na het Colosseum, oké. Ja, maar dat gaat niet, gozer, want het gebied daar is dicht. Ik zie daar het Colosseum, maar dat gebied, daar is een onzichtbare muur van. Misschien dat het nu open gaat. Dat zou wel leuk zijn. Dat betekent dat we gewoon, als het zo is, dat betekent dat we morgen gewoon weer verder kunnen met onze tour. Als je dat zo wil noemen. Ik doe het maar onze tour. Voor de mensen die het niet begrijpen, een soort ronde die we maken. Om alle icoontjes op de kaart, alle zijmissies, torens en zo op de kaart te pakken. Oké, je begrijpt wel. Je begrijpt het denk ik wel. Oké, iets sneller. God, dan gaat hij weer langzaam lopen. Wacht even, alsjeblieft. Oh, bewaken ze ook op paarden. Yay! Look at these facades masquerading as government. The Pope is very clever to keep this place in business. It fools your friends, the people, quite easily. Okay. When did you become so cynical? I merely describe the reality of Roma today. But all may not be lost. The good news is that we have allies in the city. How much longer this will last, however, I cannot say. Okay. Waar gaan we helemaal naartoe? Oh, hier is het Colosseum. Oh, there's a glip here. Okay, dan gaan we dan allereerst... Nou, op zoek als we hier vrij mogen gaan lopen. En buiten de missie zijn, dan gaan we op zoek naar die glip. He was attempting to steal official Vatican mail. Perdonatemi, signore. You must be mistaken. Who are you working for, ladro? I am working for no one. Then no one will care what we do to you. Oké. Bescherm de contactpersoon. Oké. Hoppakee. Grazie. Where is it? The courier still has the letter. Ezio, stop him. Oké. Dat lijkt me tackelen dan of zoiets. Nou, dat komt wel goed. Hoppakee. Dacht je dat ik echt serieus een halve kilometer om jou heen ging? Wat is dit nou weer? Maar dacht hij serieus dat ik een half uur om hem heen ging lopen? Nou, dat ik weet niet wat hij allemaal bedacht, maar... Nee hoor. Ik ga geen half uur om jouw rondjes blijven lopen. Oké, nu is dit gebied dus beschikbaar. Dat is leuk. Met andere woorden, nu kunnen we weer verder met onze ronde. Wat doet F3? Gebied bevrijd van de Borgia's. Ja, ik ga er niet de hele tijd herhalen. Dat begrijp ik wel. Oké. We hebben de stad bevrijd. Nou, dat is leuk. Denk ik. Nog 8 torens. Dat is mooi. En wat doet de rest? Weet ik niet. In ieder geval, we gaan op zoek naar de glip die hier is. Dat gaan wij op zeker doen. En waar is die glip? Ik denk of ergens hoog... Of ergens aan de buitenkant.
Je hebt nieuwe e-mails ontvangen. Verlaat de Animus om naar je inbox te gaan. Dat gaan we zo doen. We gaan zo meteen wel uit de Animus. Om eventjes onze e-mails te gaan lezen. Maar eerst wil ik even op zoek naar een clip. Misschien dat we een rondje kunnen rennen om dit Colosseum. Wel leuk. Oh. Found it. Alleen nu nog de vraag. Hoe komen wij in godsnaam daar helemaal boven? Want ik bedoel, dit werkt niet. Ja, dit werkt wel. Oké, dan hoef ik niks meer te vragen. Dan weet ik hoe we boven gaan komen. Gewoon op de ouderwetse manier klimmen. Oké, Ezio. Probeer omhoog te komen, alsjeblieft. Ja, Ezio, dit werkt voor geen meter. Oké. Nee, Ezio, dit werkt voor geen enkele meter op deze manier. Even kijken. Hoe kom ik daar boven? Ja, wat was het knopje ook alweer van... Oh, ja. Nee, dat is een paard roepen. Een paard kan niet vliegen, Ezio. Maak je maar geen zorgen. Illegal dingen doet Ezio de hele tijd. Ja, dat is gewoon het ding van Ezio. Gezondheid, gozer. Oké, hoe komen wij hierboven? Want ik bedoel, het is wel een hele klim natuurlijk waar we moeten afleggen. Hier misschien. Nee. Hier? Hier misschien. Nee. Wat is een simpele plaats waar we naar boven kunnen komen? Niet hier. Of nee, niet hier. Oké, daar. Ik denk dat dat wel een plaats is waar we naar boven kunnen komen. Ik zie allemaal wagentjes en allemaal houten dingen. Dus ik hoop dat we daar... Nou, dat is geen houten dingen, maar... We kunnen wel hier omhoog komen. Maar... Ezio. Wat in godsnaam ben je aan het doen? Nou, om een glip te pakken. En waarom pakken we een glip? Om, weet ik veel. Om een zin af te maken. Een soort raadsel. Maar nee, Ezio is niet... Nou ja... Van wat ik net van Ezio zag, weet ik het niet meer. Of Ezio zijn mind nou kwijt is of niet. In ieder geval... Die kant op. Dat kan ook Ezio. En dan moeten we hier omhoog zien te komen. En hoe gaan wij hier bovenop komen? Oh, ik denk gewoon hier langs. Kan dat? Of moeten we helemaal opzij? Ik kom hier niet zo simpel naar boven. Wat is een makkelijke weg om naar boven te komen hier? Daar. Ja, maar dan ben je een halve kilometer verder. God, dit is echt een puzzel dit. Leuk. Ik hou van puzzels. Nou ja, als het maar niet al te lastige puzzels zijn. En ik eruit weet te komen. Als ik de oplossing weet uiteindelijk te vinden. Dan vind ik het leuke puzzels. Anders zijn de puzzels echt totaal helemaal niks aan. Oké, die kant op. Oké. We kunnen hier doorheen. Kijken of dit werkt. Werkt dit? Nou, een beetje hoog. Laten we dat maar even niet doen, Ezio. Laat ik eerst even kijken hoe ik vanaf hier erop kan klimmen. Misschien dat we gewoon heel simpel... Oh, vanaf daar. Vanaf daar kunnen we erop. En mijn god, dan zijn we ook een halve kilometer verder alweer. Dat is wel het vervelende, dat we een halve kilometer verder zijn. Oké, omhoog. Oeh. Ik had verwacht dat Ezio zou vallen. Dat zou niet goed zijn geweest. Oké, we moeten wachten tot we dat kling... Of ja, je weet wel wat ik bedoel. Dat ene geluidje horen. Want ik bedoel, waar is die clip gebleven? We zijn een halve kilometer verder gaan lopen. Ondertussen. Wacht even, is dit een viewpoint? Is dit een viewpoint? Ja! Synchronize Eyes. Oké. Dat is mooi. Nu hebben we dus weer een viewpoint erbij.
Maar waar is nou die... Glip? Ik zit hem nu de hele tijd aan het zoeken, maar... Hier ergens? Daar is die. Oké, en ik zie hier ook een veer. Laten we die ook even pakken. Oké, want we zijn er nu toch. En jongens, dan krijgen jullie vandaag waarschijnlijk even een iets langere aflevering. Waar is die? Waar is die gebleven? Daar is de clip. Hij is hier. Oeh, levensgevaarlijk dit. Even kijken, kan ik... Nee, dat is... Iets te. Zullen we het wagen? Gelukt. Mooi. Scheelt er trouwens niks. Oké, laten we naar die doos toe lopen. Jongens, jullie krijgen waarschijnlijk vandaag... Zeker weten dat jullie vandaag een langere afleiding krijgen. Waarom? Omdat we nog een aantal dingen te doen hebben. Dat ik echt vandaag wil doen. Cluster 4. Dat gaat goed. En er waren er ongeveer 10 volgens mij. Hè? Dus we zitten dan bijna al op de helft. Oké, wat is dit? De intelligente arbeiders hebben geen zelfcontrole. Oké, zoomen graag. Ja, waar hebben ze geen zelfcontrole? Daar. Even kijken. Daar. Daar. Oké, waar hebben ze nog meer geen zelfcontrole? Hier. Hebben geen zelfcontrole. Oké. Welke gozers hebben geen zelfcontrole? Deze hebben zelfcontrole, denk ik, want... Deze maken de dingen zelf. Deze niet. Deze wel, deze wel. Deze wel. Deze dan. Deze. 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 Waar zoek ik naar? Nou, mensen die iets maken, nou, dan is het heel simpel. Dan is het gewoon... Dan is het gewoon dit. Hier zijn mensen die wat maken. Waar zoek ik naar? Dit kan misschien. Deze? Ja. Dus we zochten naar robots en computers. Oké. Scanning. 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 God, wat is dat dan weer voor tekst? Appels, sinaasappels, peren, komkommers, radijsjes, wortels, spinazie, datums, hout, jeneverbes, staal, aluminium, water, regen, sloppenwijk, stad, land, lente, zomer, herfst, winter, te zingen, te dansen, te spelen, te eten, te glimlachen, te huilen, te lachen, te doden, te zien, te weten, dood, spijt, liefde. Goddag, hoor. Loading. Oh, we gaan weer zo'n puzzeltje doen. Oké. Dat is meestal niet moeilijk, dat is gewoon een beetje draaien. Wat is dit nou weer voor plaatje? Nou ja, dit is gewoon een beetje lijntjes bij elkaar houden. Dit werkt. Even kijken. Nee. Nee. Ja. Oké, wat sluit hierop aan? Dat. Wat sluit hier weer op aan? Dat niet. Dat niet. Dat niet. Dat niet. Sluit... Nee, dat sluit er niet op aan. Wat? Ja, dat sluit erop aan. Nu moet ik dit weer erop aansluiten. Even kijken, wat sluit hier weer op aan? Zo ja. En... Even kijken. Wat sluit hier weer op aan? Nee, dat moet precies andersom. Zo. Nu pakken we die grote lijnen. Oké. En de middelste lijn. En hebben ze. Het is mogelijk om een machine te ontwerpen die alles kan berekenen. Ik wil geen krachtig brein ontwikkelen, maar slechts een middelmatig brein. Volgende. Loading. Oh, we gaan weer schaken. Dat is leuk. Alan Turing probeerde een oplossing te vinden voor de slechte arbeidsomstandigheden. M is Q...
RB, oké. Okay. R is huppelde, 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 pup. Wat betekent dit allemaal? Q. F haal ik hier uit. B, F. 2 naar 3. 2 naar 3. Van wat? Van G. 2 naar... Ja, zie je? 2 naar 3 van G. Die stond precies tussen die haakjes in. Wat zit nou weer? Oh, we gaan met geluid werken. Oké, wat lijkt hier het meeste op? Ja, dit toch. Oh god, en we moeten gaan puzzelen. Oké. Okay. Zo. Dit was niet moeilijk. Hey, it's Em. I need Turing done today. Why are we jumping the gun? You've already had him arrested and sedated. He still refuses to follow the directive. He's actually trying to invent one of those infernal things instead of merely faking it for the newspapers. If he succeeds, you know what the mass unemployment generated by his robots will mean? Idle hands. We need to do this for the good of the people. What about Keynes? He trusted Turing. It's the greater good we're talking about here, V. Plus, a childless worker sends a bad message. We can't have them all stop reproducing. Fine. It's your call. I want it done like we did Harry Dexter White when he tried to warn the Soviets. All right. Be poetic about it. Maybe something from the Bible. Turing always was theatrical. Loading. Quarantine zone. Oh god, dan gaan we dat dingetje weer opzoeken. Oh, gevonden. Waar? Daar. Quarantine lift. Schilder niks. En we zijn er. Mooi. Oké, okay, en dan hebben we tot nu toe... wat hebben we? Het wonder van Rome. Het wonder van Rome. Weet ik veel wat het allemaal is. Maakt me op zich helemaal niet uit op dit moment. Is er iets op de kaart bijgekomen wat we echt moeten hebben? Ja of nee? Ja, een schatkistje hier. Nou, dat is echt luxe wat erbij is gekomen. Jongens, jullie krijgen vandaag even een langere aflevering, want ik pak dit schatkistje nog en ik ga even uit de Animus. En morgen gaan we kijken of we deze gebieden verder kunnen pakken. Ik ben benieuwd hoe ver we daarin kunnen gaan. Maar eerst eventjes dat kistje pakken. En waar was ook alweer dat uitkijkpunt? Dat is volgens mij wel een heel stuk terug. Even kijken. Kunnen we dan ook heel simpelweg gewoon hier naar beneden springen? Dat kan niet, denk ik. Tenzij we het heel voorzichtig doen. En ons steeds laten vallen. Kijk, en dan is hier ergens het schatkistje. Nou, dat komt wel goed. Oké, waar is het schatkistje? Oh, hier beneden. Oké, nou, we hebben het gevonden. Hoppakee. Hoppakee. Wie er ook. Yay, ik weet niet wat ik ermee moet, maar altijd goed. Oké, in ieder geval, dan gaan we nu nog even uit de Animus. Ik ga die e-mailtjes nog even lezen. En dan vind ik het ook weer mooi geweest. Verlaat de Animus, ja, om de weer daar weer te pezen. Ja, ja, ik begrijp wat ik aan het doen ben. Game. Ik begrijp serieus wat ik aan het doen ben. Denk ik. En anders hebben we een probleem. Anders hebben we gewoon een probleem. En hoe we dat gaan oplossen, dan geen enkel probleem. Dan geen enkel probleem. Geen enkel idee. Welcome back, Desmond. Kunnen we trouwens weer met mensen praten? Druk op een willekeurige knop. You still managing the teams out in the field? No phone line. Rebecca's working on patching us into the network. So how's it feel letting the lady do all the work? She's no lady. Hey! Oké, okay, die hebben weer zijn ruzie zoals gewoonlijk. You think we're safe here? I'm more concerned with the other assassins out there. If Abstergo stumbles onto information about the temples, we could have a disaster on our hands. The only people alive who've heard of the temples are here in this room. For now, and who knows, maybe they're listening to this conversation and you just gave everything away. You brought them up first. You are paranoid, Desmond. Ah,
Well played. Oké, heb je nog meer te zeggen? My work requires attention, Desmond. Oké. Lucy, heb jij nog wat te zeggen? Everything all right? I don't like being stuck underground with them out there looking for us. You're doing a great job. We're safe here. But for how long? Vidic won't give up. I know it. Neither will we. Oké. Heb je nog meer te zeggen? We'll talk later. Now get in there and find the apple. We're counting on you. En, heb jij nog wat te zeggen? Why do we have to stay down here all day? Abstergo's still looking for us. It'd be better if we never went out at all, but then we'd run out of supplies. It's like being in a cave during a rainstorm. Yeah, well, knowing the Templars, monsoon season's about to arrive. Ja. Dan hebben we het helemaal. Nou ja, in ieder geval, heb je nog meer? You ever use the Animus? Your ancestors have such interesting lives. I went in once. It was pretty lame. Yeah, what were you? Some kind of spinster, probably. Worse, a Prussian mercenary. I spent hours firing guns. Boring! Yeah, guns are for sissies. Hey. Dat mag je niet zomaar zeggen. Dat mag je niet zomaar zeggen. Er zijn genoeg geweren die voor mietje zijn. We'll talk later. Oké. Waar zijn die e-mailtjes trouwens dan? Want ze zeiden iets over daar, volgens mij. Nou, dan flikken daar, dan knippen daar iets. Oh, zijn dit de e-mailtjes? Oké, e-mailtjes van Lucy. Oeh. Daar kunnen we dus niet in. Van Sean? Nee. Van Rebecca. Nee. Van Desmond dan? Oh, daar kunnen we wel in. Mooi. Oké, dan gaan we even wat dingetjes lezen. Er zit niks in. Hier. Oké. Jongens, zijn we op basis als jullie willen lezen. Ik ga hier even snel doorheen. Hoppakee. En hoppakee. En dat was dat dan. Jij. Oké, dan gaan we weer... Nee, we gaan niet daarheen. Dan gaan we weer de Animus in. En dan sluiten we af met Ezio. Oké, erin. Erin, Desmond. Ezio's waiting. Ja, we gaan weer naar Ezio. En dan vind ik het een mooie tijd om de aflevering af te gaan sluiten. Want jullie hebben echt een hele lange aflevering vandaag. Mag ook wel een keertje. Gisteren was namelijk een best wel korte. Nou, dan hebben jullie vandaag een beetje lang. Een beetje gemiddeld. Oké, in ieder geval. Zijn we echt geen vlaggetjes vergeten hier in de buurt of zo? Nee. Er is hier wel in de buurt een tunnelingang. Maar ik neem aan dat we die niet kunnen kopen omdat er hier torens in de weg staan. Dus dat is iets waarschijnlijk wat we ons de volgende keer bezig mee kunnen houden. Namelijk al die torens hier. Maar dat zien jullie allemaal de volgende keer denk ik wel. Want voor nu ga ik zeggen, kijk even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal bij je. Abonneer als je het niet zegt meer. Ik vond het voor mij nog maar één zeggen en dat is... Doei!